Elke stad, elke streek, elke provincie en ook elk land heeft zijn eigen vlag. Die vlaggen hebben verschillende kleuren en ook soms verschillende symbolen. Maar hoe komen landen aan deze vlaggen? Wat is de oorsprong daarvan? In een aantal video's zoeken we dat uit. In deze video starten we met de vlag van Nederland. De vlag van Nederland die we tegenwoordig gebruiken is de rood-wit-blauwe vlag. Deze vlag is al sinds 1813 de officiële vlag. Maar eigenlijk is de vlag veel ouder. Al tijdens de 80-jarige oorlog, die duurde van 1568 tot 1648, was er al een dergelijke vlag te zien, al waren de kleuren van de vlag toen oranje, wit, blauw. Oranje stond daarbij symbool voor Willem van Oranje, de leider van de Nederlandse opstand. En het wit en het blauw waren afkomstig van de kleuren van het uniform dat werd gedragen aan het hof van de Prins van Oranje. Er zijn overigens ook theorieën dat de Nederlandse vlag nog veel ouder zou zijn. Zo meende de heer Muller in de 19e eeuw dat de Nederlandse vlag al in de 14e eeuw werd gebruikt. Het zou gebeurd zijn in de periode dat de koningen van Beieren het woord zeggen hadden in het graafschap Holland in de 14e en 15e eeuw. De kleuren van de vlag zouden voortkomen uit die van het wapen van de Graaf van Holland, dat bestond uit het wapen van Beieren in combinatie met het wapen van het graafschap Holland. Dit wapen werd voor het eerst gebruikt door Graaf Willem V van Beieren. Hoe dan ook, tijdens de opstand werd de vlag in ieder geval steeds meer zichtbaar in het openbare leven, waarbij het oranje-wit-blauw naast de rood-wit-blauwe variant bestond. Op schilderijen is het gebruik van beide vlaggen ook terug te zien. De oranje-wit-blauwe vlag werd de Prinsenvlag genoemd, terwijl de rood-wit-blauwe vlag bekend staat als de Hollandse vlag. Bij het sluiten van de Unie van Utrecht in 1579 werd de Prinsenvlag de officiële vlag. Na de Tachtigjarige Oorlog zou de Prinsenvlag niet lang de officiële vlag blijven dat Had alles te maken met het conflict in de net opgerichte republiek tussen de zogenaamde staatsgezinden en de orangisten, ook wel prinsgezinden genoemd. De Oranjes wilden in deze periode de macht naar zich toe trekken ten koste van de zeven gewestelijke staten. En toen de Oranjes het onderspit dolfden in deze strijd en het eerste stadhoudeloze tijdperk aanbrak, werd ook de prinsenvlag verboden. De staten-generaal, onder leiding van raadpensionaris Johan de Witt, besloten dan ook dat de statenvlag of de Hollandse vlag de officiële vlag van de republiek werd. Deze vlag zou tot het einde van de Republiek de vlag van ons land zijn. Aan het eind van de 18e eeuw brak de Bataafse Revolutie uit. Stadhouder Willem V vluchtte toen naar Engeland, waarna de patriotten de macht overnamen en met de hulp van de Fransen de Bataafse Republiek werd gesticht. Nederland werd een eenheidsstaat, waarbij ook de vlag werd aangepast. Op 14 februari 1796 werd de Bataafse vlag vastgesteld. Aan de bestaande vlag werd aan de bovenkant een wit vierkant toegevoegd, met daarin de vrijheidsmaagd met een speer- en pijlenbundel in haar hand en naast haar een leeuw. Lang zou de Bataafse Republiek niet bestaan. In 1806 stuurde Napoleon Bonaparte zijn broer Lodewijk Napoleon naar Nederland toe om hier koning te worden. Van 1806 tot 1810 zou Nederland voor het eerst zijn eigen koninkrijk vormen, onder de naam Koninkrijk Holland. Niet alleen de staatsvorm en de naam van het land werd aangepast, ook de vlag. De Bataafse vlag werd vervangen door de statenvlag, die alleen wel een andere naam kreeg: de Koninklijke Hollandse Vlag. Toen Napoleon in 1810 zijn broer van de Nederlandse troon haalde en Nederland opliet gaan in het Franse Keizerrijk, verloor Nederland zijn soevereiniteit en daarmee ook zijn eigen vlag. De vlag van het Franse Keizerrijk wapperde vanaf toen drie jaar lang in ons land. Daar kwam in 1813 verandering in. In dat jaar werd Nederland weer onafhankelijk en kwamen ook de Oranjes terug. Het Koninkrijk der Nederlanden ontstond. En ook de bekend rood-wit-blauwe vlag werd weer van stal gehaald en tot op de dag van vandaag is dat nog steeds onze nationale driekleur. Toch was dat niet altijd vanzelfsprekend. In de jaren 30 van de 20 e eeuw ontstond de vereniging Prins Vlag die voor de oranje-wit-blauwe vlag pleitte. Ook de NSB ging naast rood-wit-blauw oranje-blanje-bleu als vlag voeren. De discussie over de kleuren van de vlag leidde ertoe dat de regering, onder aanvoering van Hendrik Hollijn de kleuren rood-wit-blauw officieel wil vastleggen. Op 19 februari 1937 tekende koningin Wilhelmina op een vak vakantieverblijf in het Zellemzee het kortste koninklijke besluit ooit: luidend de kleuren van de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden zijn rood, wit en blauw. En daarmee werden de kleuren van de vlag voor het Koninkrijk de Nederlanden, dat al sinds 1813 bestond, pas in 1937 officieel per koninklijk besluit vastgelegd. Toch houdt niet iedereen zich aan dit officiële besluit. De Nederlandse vlag zie je namelijk ook soms omgekeerd hangen. Deze omgekeerde vlag was oorspronkelijk een signaal uit de zeevaart, waarmee werd aangeduid dat aan een schip in nood verkeerde. Protestbewegingen gebruikten de omgekeerde vlag vanaf 2020 als symbool tegen de overheid. Vooral bij de boerenprotesten en demonstraties tegen de coronamaatregelen droegen demonstranten omgekeerde vlaggen met zich mee. Met het omdraaien van de vlag wilden ze aangeven dat het land in nood was en dat de overheid niet naar het volk wilde luisteren. Dat alles laat zien dat de nationale vlag nog steeds heel veel symboliek met zich meebrengt en een boodschap over kan brengen.